Goedenavond allemaal. Welkom bij Kijk TV 13. Alhoewel het een hele milde winter is, gaan we toch kijken naar een aantal typisch winterse onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld skiën, of de berg af vliegen, of beter gezegd een combinatie van die twee. En we gaan ook naar hele koude streken om te kijken naar het gedrag van de poolhond. Een dier dat onder de meest barre omstandigheden toch nog kan overleven. En dan iets anders wat met weer te maken heeft. Hele snelle veranderingen van de windrichting. Valwinden, schuifwinden. En dat vormt een gevaar voor juist grotere vliegtuigen. En u ziet mij nu op afstand. Televisie heet dat. Maar kunt u zich voorstellen dat u ook mee kunt voelen? Voelen op afstand. Oftewel teletouch. En zoiets is mogelijk door het gevoel van de mensen te combineren met de precisie van een computer. En dan mummies. Mummies worden wetenschappelijk onderzocht natuurlijk. Met steeds betere en steeds verfijndere methodes. En een van die hele moderne methodes heeft ons iets geleerd over, ja, u raadt het nooit, kaakchirurgie. Maar we beginnen nu eerst met valwinden. De cockpit van een vliegtuig vlak voor de landing. Een situatie die zich honderden malen per dag overal ter wereld voordoet. De instrumenten worden gecontroleerd, de piloten zijn gespannen, want het weer is slecht. Plotseling een sterke daling van het vliegtuig. Het is te laat om op te trekken en het vliegtuig stort neer. Maar niet echt, want het is een oefening in een vliegsimulator. Piloten worden getraind om onverwachte veranderingen in windrichting en windsnelheid het hoofd te bieden. Ook tijdens de meest barre weersomstandigheden moeten zij het hoofd koel houden. Een van de voorbeelden van een snelle verandering van de wind is een valwind. Een valwind is een koude, naar de grond gerichte luchtstroom die tegen de aardbodem naar beide kanten opkrult. Dit is de normale baan van een vliegtuig bij de landing. De hoogte en de snelheid nemen in korte tijd sterk af. Zo is de situatie bij een landing tijdens een valwind. Het vliegtuig wordt door de sterke tegenwind omhoog gestuwd. Het is door de lage snelheid niet in staat om de afwijking snel te corrigeren en meteen daarna drukt de valwind het vliegtuig op de achterkant naar beneden. Een dergelijke ramp kan zich binnen enkele seconden voltrekken. Wat kunnen we doen om vliegtuigen te beschermen tegen de invloeden van valwinden? Het is mogelijk om een luchtturbulentie, zoals een onweersbui, te lokaliseren, zodat een vliegtuig er langs kan vliegen. We kunnen ook apparatuur ontwikkelen die de piloot waarschuwt. Zoals een tweede naald op de hoogtemeter die gaat bewegen bij hoogteverschillen die niet door de piloot, maar door de wind veroorzaakt worden. Het bleek echter dat dit naaldje zijn werk te goed deed, veel te gevoelig was en dus onbruikbaar. Het onderzoek naar windinvloed is afhankelijk van de verzameling van gegevens. In grote verkeersvliegtuigen worden alle gegevens van de vlucht opgeslagen. Vooral hoe het vliegtuig zich gedraagt bij landen en stijgen. Gegevens die voor alle vluchthavens ter wereld van groot belang zijn. Belangrijke gegevens komen vooral uit dit soort vluchten met testvliegtuigen. Dit vliegtuig, vol met meetapparatuur, vliegt met opzet enkele malen door een gebied met zware storingen. De laserstraal is een van de laatste ontwikkelingen in de vliegtuigindustrie. Dit vliegtuig heeft in de punt een zogenaamde laserbeam, waarmee het over grote afstand een laser kan uitzenden. Op het vliegveld aan de grond wordt een proef gedaan met een jeep en een reflecterend scherm. De jeep rijdt in rechte lijn van het vliegtuig vandaan. De laserstraal ketst tegen het scherm weer terug naar het vliegtuig, waar de tijd van terugkaatsing wordt geregistreerd. De snelheid van de jeep kan in het vliegtuig precies worden afgelezen.
Dit is een voorproefje van de manier waarop straks in de praktijk kan worden voorkomen dat een vliegtuig last heeft van valwinden. Terwijl het vliegtuig daalt, meet een laserstraal voortdurend de snelheid ten opzichte van de grond. Die gegevens worden door een computer vergeleken met de luchtsnelheid. Doet zich een gevaarlijke situatie voor tijdens het landen, dan grijpt de computer in. Sneller dan de piloot ooit zou kunnen doen. Dankzij nieuwe technieken wordt het vliegen nog veiliger. We gaan het hebben over het gele papiertje. Een uitvinding die u vast allemaal wel kent. Maar u weet niet dat die uitvinder ontzettend veel moeite heeft moeten doen en ook heel veel doorzettingsvermogen nodig had voordat het papiertje bij u in de winkel te koop was. Op ieder bureau van ieder kantoor zijn ze wel te vinden. De gele memoblaadjes die overal op plakken, makkelijk loslaten en goed opvallen. Kleine geheugensteuntjes voor onszelf en voor anderen die inmiddels een ware rage zijn geworden. Belangrijker is dat de blaadjes alle kenmerken van een echte uitvinding hebben. Vrij eenvoudig, goedkoop te maken. En bovendien, waarom zijn we er niet veel eerder op gekomen? Het idee voor de memoblaadjes is ontstaan in de kerk. Misschien kreeg uitvinder Art Fry een ingeving door tussenkomst van hogere krachten. In ieder geval was de aanleiding herkenbaar. Hij zocht voor zijn psalmboek een bladwijzer die er niet uit kon vallen. Marker that would have a bit of adhesive on there that would allow me to stick it down and yet remove it without damaging the book. So next Monday morning, the next day, at work, I made samples of such a bookmark. And then in using one of these as a note to my boss, we came to realize that this was the heart of the invention, that we had a systems approach to note-taking. The means of attaching it and removing it were built right into the note. Er moest dus een lijm ontwikkeld worden die zich niet zou hechten aan de onderlaag. Een vreemde combinatie, omdat dat nu juist de kracht is van lijm. Behalve de trekkracht van de lijm moest ook bekeken worden of samenstelling en dikte geschikt waren voor productie op grote schaal. Het resultaat van jarenlang experimenteren. Het eerste monster van een stripje lijm, zoals het later aan de achterkant van miljoenen memoblaadjes zal komen. Some of the principal difficulties were, one, convincing people that there was a need for a sticky note, because after all, the world had gotten along without sticky notes previous to that. Two, we had to have the right sorts of people on our team, one that could see the same vision and everybody go in the same direction and give us real help for the problems that we needed to solve. The third were, for me, the technical problems involved in going from making the adhesive in small batches to thousands of pound batches. Learning how to make the product, for instance, a pad of sheets versus rolls. De productie van gestapelde blaadjes is al lang geen probleem meer. Per dag rollen duizenden pakjes van de lopende band. Bovendien heeft het gele memoblaadje er inmiddels een flink aantal gekleurde broertjes en zusjes bij gekregen. Poolhonden helpen de mens in extreem koude omstandigheden te overleven. Ze zijn uitstekende sledentrekkers voor dagelijkse ritten, maar ook voor langere reizen. Aan het begin van deze eeuw deden twee mensen afzonderlijk een poging de Zuidpool te bereiken. De Noor Amundsen en de Engelsman Scott. Scott koos tractoren met rupsbanden en ponies als vervoermiddel. Amundsen vertrouwde alleen op zijn honden en hij kreeg gelijk. Scott moest zelf de sleden trekken, want de tractoren raakten defect en de ponies stierven. Op 14 december 1911 ontdekte Amundsen de Zuidpool dankzij zijn poolhonden. Tegenwoordig vinden we poolhonden voornamelijk op het noordelijk halfrond, Siberië, Scandinavië en Alaska. Het ras van de poolhond kent veel soorten, waarvan de Siberische husky wel de bekendste is.
Hij stamt niet rechtstreeks af van de wolf, maar van de keeshond. Zijn dikke vacht en kleine ogen maken hem uitstekend geschikt te leven bij zeer lage temperaturen. Door zijn krachtige bouw en trouwe karakter is de husky een ideale sledehond. Deze slee komt uit Groenland. Hij is zwaar gebouwd en leent zich het best voor expedities. De rem bestaat uit een dik touw dat onder de glijders wordt geschoven. De hondenslee die in Alaska gebruikt wordt is lichter en sneller. Er is een metalen traprem ondergebouwd waarmee de bestuurder met zijn voet kan bijremmen. Met deze slee worden ook races gehouden. Sinds mensenheugenis is de poolhond onverbrekelijk verbonden met de Eskimo. De een kan niet zonder de ander in de bittere kou. Ook dienden de honden vroeger als bescherming tegen ijsberen en in de zomer als pakdier. Maar van oudsher was het trekken van de sledes natuurlijk zijn belangrijkste functie. Er is sindsdien veel veranderd. Eskimo's vervoeren zich nu met moderne middelen. Ze leven ook geen nomadenbestaan meer in iglo's, maar hebben zich gevestigd in huizen. Met alle gevolgen voor de poolhond die daardoor dreigt uit te sterven. De Canadese regering nam een dierenarts in dienst om de poolhond van de ondergang te redden. Hij constateerde als eerste dat er veel honden uit het zuiden waren bijgekomen, waardoor rassenvermenging was ontstaan. Zijn belangrijkste taak was het opzoeken van de afstammelingen van het zuivere ras. Na een speurtocht van 2 jaar vond hij ze terug op een aantal eilanden in het noorden van Canada. Baffin Island, Alaska. Hier is een van de weinige Eskimo-nederzettingen waar de echte poolhonden nog gebruikt worden. De dierenarts zoekt de beste exemplaren eruit en treft een regeling met de eigenaren. Met 40 tophonden keert hij terug. Ze zullen enkele maanden in een kennel blijven om nakomelingen te krijgen. Op die manier is het voortbestaan van de zuivere lijn binnen het ras verzekerd. Jonge poolhonden moeten vanaf het begin wennen aan het voedsel op de pool dat voornamelijk bestaat uit vis. Die wordt fijn gemalen met vlees en vet. De jonge honden bepalen zelf wie de leider wordt binnen de groep. Bij de training van het sledentrekken komt die leider aan de kop van het span te lopen. De laatste stap. De gefokte en getrainde honden worden uitgezet over de verschillende Eskimo-nederzettingen. Onmisbare hulpen voor de mens die leeft onder barre omstandigheden. Als u een computer gebruikt, moet u daar natuurlijk mee kunnen communiceren. Je gebruikt er normaal een toetsenbord voor. Je kijkt naar de uitkomsten op een beeldscherm. Of je gebruikt een joystick. Maar wel heel modern is het als je de computer laat voelen. We gebruiken machines omdat ze eigenschappen hebben die de mens mist. Ze werken snel, op de millimeter nauwkeurig en raken niet gauw uitgeput. Maar wat een machine niet heeft, is nou precies wat een mens zo bijzonder maakt. Dat is de mogelijkheid om dingen te voelen. Bij het dagelijks werk maken we steeds minder gebruik van het gevoel in onze handen. Om een machine in werking te zetten is het in ieder geval niet nodig. Toch moet het mogelijk zijn om een biologische eigenschap te combineren met een machine. We horen bijvoorbeeld via de telefoon en we zien via de televisie. Waarom zou ons gevoel dan niet over een grote afstand verplaatst kunnen worden? Dat verschijnsel heet teletouch. Om teletouch te ontwikkelen, moesten de kenmerken van een hand in de computer worden opgeslagen.
Dat leidde tot een robot met 3 vingers. In de vingertop is een sensor gebouwd die in staat is om een voorwerp te herkennen en het vast te houden. De robot kan weliswaar sturen, maar nog geen signalen terug ontvangen van een voorwerp. Dat wil zeggen, niet echt voelen. Dit idee lijkt al meer op een verlengstuk van de menselijke hand. Een soort afstandsbediening waarmee we de druk van een vingertop kunnen overbrengen. Dat gaat met behulp van 4 blaasjes die gevuld zijn met lucht. Een verandering in de luchtdruk betekent een signaal dat overgebracht wordt via een elektronische sensor. Zo is het mogelijk om op afstand een robot of een machine te sturen die eveneens is uitgerust met een sensor. De robot voelt als het ware de dikte en de zwaarte van het te pakken voorwerp. Hij zendt een signaal terug waardoor de mens kan voelen hoe de machine reageert. De moderne uitvoering van de teletouch heeft een ander jasje, maar kent hetzelfde principe. Een nieuw element in de opstelling is een computer die een plaats heeft tussen de handgreep en de robot. De manier waarop wij voelen is voor iedereen verschillend. De een drukt harder op een knop dan de ander. De computer registreert dat soort persoonlijke verschillen en zorgt ervoor dat de robot de signalen op hetzelfde niveau binnenkrijgt. In deze nieuwste uitvoering kunnen we ook de handgreep zelf draaien om grote bewegingen uit te voeren. Maar het unieke van de teletouch draait toch om de communicatie tussen dit eenvoudige blaasje en deze sensor in een robotarm. De toepassingen van het systeem zijn ongekend. Misschien wel op de zeebodem, waar een duikrobot nu nog vanaf een schip gestuurd wordt met een gewone afstandsbediening en een monitor. Of misschien is het ook wel hiervoor te gebruiken. Maar dan kan de telefoonrekening wel heel hoog oplopen. De Egyptenaren wilden vroeger hun doden graag zo lang mogelijk bewaren. En vooral dode lichamen van heel belangrijke personen. En die werden daarom gebalsemd. Namelijk met olie ingesmeerd en met doeken omwikkeld. En zo kreeg je mummies. En blijkbaar hebben ze heel goed hun werk gedaan. Want we hebben nu mummies die wel 2500 jaar oud zijn. En die mummies vormen natuurlijk een heel interessant onderwerp voor wetenschappelijk onderzoek. En nu hebben we een aantal zaken geleerd die we zelfs kunnen gebruiken bij kaakchirurgie. Juichend, huilend, zingend of in stilte. Alle volkeren op aarde eren hun doden op andere wijze. De Noormannen verbranden hun doden op schepen die ze de zee opduwen. In India gebeurt het weer anders. En in Engeland houdt men, net als in veel andere westerse landen, plechtige ceremonies ter nagedachtenis van de overledenen. Voor de oude Egyptenaren was een begrafenis een begin van een lange reis. Koningen en andere hooggeplaatste personen kregen veel dingen mee, zoals een boot, slaven, voedsel en sieraden. De dode moest voor de reis in een zo goed mogelijke conditie zijn. Hierdoor ontstond de gewoonte het lichaam te balsemen. Tot vandaag de dag worden deze mummies in graven gevonden. Het zijn fascinerende vondsten waaruit we veel kunnen opmaken over de levensstijl en de tijd waarin de doden leefden. De wetenschap gebruik moderne techniek om de vaak meer dan 2500 jaar oude mummies te bekijken. Met behulp van röntgenfoto's is het mogelijk om de mummie te bekijken zonder hem te beschadigen. Hetzelfde geldt voor het onderzoek met een scanner.
waarmee bijvoorbeeld een schedel laag voor laag doorgelicht kan worden. Zo kunnen we misschien iets ontdekken over de leeftijd of de doodsoorzaak. Het nemen van een vingerafdruk. Als het om een mummie gaat, een karwei voor specialisten. De vingers zouden breken wanneer ze op een inktstempel gedrukt zouden worden. Daarom wordt een afdruk in negatief gemaakt van rubber. Het rubber is gehard en kan ingesmeerd worden met drukinkt. Het negatief wordt zo weer omgezet in een afdruk, zoals je die van een vingertop kunt maken. Voor experts kan dit een schat van informatie opleveren over geslacht, beroep en periode waarin de persoon leefde. Een ander stukje van de legpuzzel is de reconstructie van het uiterlijk. Als er iets bewaard is gebleven van de schedel, is het voor een deskundige al snel mogelijk om het gezicht, zoals het ooit is geweest, weer terug te halen. Nadat de schedel is hersteld, worden er stokjes in de klei geprikt om de dikte van de weefsellagen op het gezicht te bepalen. Wanneer de zachte klei is gedroogd, wordt tenslotte een waslaag aangebracht. Het werk is klaar. Een bijna levensechte Egyptische komt tevoorschijn dankzij een specialistische hedendaagse techniek. Maar het kan ook andersom. De ervaring die we inmiddels met het mummieonderzoek hebben, wordt ook toegepast in klinieken voor kaakchirurgie. Deze vrouw heeft een ernstig spraakgebrek en moet een ingrijpende kaakoperatie ondergaan. De kans van slagen is niet zeker. Behalve wanneer het mogelijk zou zijn om de ingreep eerst bij wijze van proef uit te voeren. Er moet een exacte kopie van haar schedel gemaakt worden. Daarvoor wordt dezelfde techniek gebruikt als bij het onderzoek naar mummies, maar nu op basis van metingen en foto's. Voor het vormen van de schedel wordt klei gebruikt. Over de gedroogde klei komt ditmaal geen was, maar gips, een materiaal waarin makkelijk gesneden kan worden. Het model is af. De lijnen voor de operatie zijn nauwkeurig afgezet. De verandering in de kaakstructuur is aangebracht. De operatie is geslaagd. Een nieuwe ontwikkeling dankzij die oude Egyptenaren. Wintersport is erg in trek. Maar gewoon skiën, dat is niet meer genoeg. Nee, er komen elke keer andere methodes bij om die bergen af te suizen. Zoals eerst de monoski en toen een soort driewieler, kleine sleetjes en nou ook een soort surfplanken. En er is nog een methode bijgekomen en Ronald Naar laat die aan ons zien. Ja, dat is het glijscherm. Dat is een soort opblaasbare vleugel waarmee je kan vliegen. Vluchten van 10, 15 minuten. En je kan daarbij starten op skis en dalen op skis. Dat gaat erg fraai. Ja, dat lijkt me fantastisch. Laten we daar eens naar gaan kijken. Het skivliegen is een van de jongste bergsporten. Vanaf 1983 begonnen skiers aan matrasvormige valschermen het dal in te zeilen. Dat was het moment waarop de sport snel populair werd. Hoewel het misschien niet zo lijkt, is er, wanneer je eenmaal in de lucht hangt, geen enkel gevaar. Een goede plek om te starten en rustig weer zijn noodzakelijk. Daarnaast is niet veel nodig. De totale uitrusting van een skivlieger bestaat uit een paar skis en een rugzak met het glijscherm. De skivlieger kan alleen starten bij tegenwind. Voordat je gaat starten, leg je het glijscherm
op de rug met de luchtkamers aan de verste kanten open. Dan spreid je hem helemaal uit en je zorgt dat de luchtkamers een klein beetje openstaan en dat hij de vorm van een hoefijzer krijgt. Als je hem heel netjes hebt uitgespreid, dan ga je in je gordel en je gaat met de voorste hanglijnen in de hand gespannen klaarstaan. Op het moment dat de wind goed is, geef je een krachtige zet naar voren en je gaat hup, starten. De skivlieger hangt tijdens de vlucht in een soort tuigje dat eventueel voorzien kan worden van een harde zitting. Op schouderhoogte zijn twee stuurbeugels bevestigd. Er kan gestart worden. Door de vaart van de skier ontstaat er tegenwind die het scherm doet bollen. Wanneer alle luchtgaten zich tegelijkertijd met lucht vullen, is de start geslaagd en komt de skier los van de grond. De skier vliegt. Maar wat is er eigenlijk de oorzaak van dat hij in de lucht blijft hangen? Dit is een zijaanzicht van het glijscherm. De onderkant is plat, de bovenkant licht gebold. De luchtdeeltjes die bovenlangs het scherm gaan, krijgen door de bolling een grotere snelheid. Daardoor wordt de druk minder en wordt het scherm naar boven gezogen. De onderlangs stromende luchtdeeltjes zorgen voor een opwaartse druk. De theorie van het draagvermogen van het glijscherm is voor enkele starters nog moeilijk te doorgronden. De praktijk is een harde leermeester. In sommige landen kunnen skiers na een cursus van één dag al de lucht in. Voor sommigen geen probleem, maar kennis van de omgeving en materiaal zijn zeer belangrijk. Een hoogtemeter bijvoorbeeld is voor onderweg van essentieel belang. Belangrijk bij het glijschermvliegen is de zogenaamde variometer. Dat is een meter die aangeeft hoeveel meter per seconde je daalt of stijgt. Het geeft een akoestisch geluid, zodat je tijdens de vlucht, zonder op de meter te kijken, kan bepalen of je omhoog gaat of omlaag gaat. De landing wordt voor de cursisten aangegeven door een instructeur met twee bordjes die de bewegingen van de twee stuurbeugels aangeven. De invloed van de wind speelt bij de landing een grote rol. Bij windstilte komt een skivlieger na een normale vlucht op een afstand van ongeveer 3 kilometer van zijn startpunt terecht. Een sterke wind in de rug kan ervoor zorgen dat hij 2 kilometer verder terechtkomt. Bij tegenwind echter krijgt hij nauwelijks gelegenheid om rustig te zeilen en wordt het een korte tocht. Tot ver in de namiddag wordt er nog door skivliegers geland. Een fantastische nieuwe sport om te doen en om naar te kijken. Dit was Kijk TV 13. Tot volgende maand.